Eigenlijk ben ik vroeger, in 2018 heb ik... Ja, nice. Je bent 20, hè? Alle chicks in Geerso zijn ontwijken. Nee joh, zo erg zijn we niet. Niemand die dat gelooft. Ik moest mijn ouders stoppen omdat het gewoon niet zo heel lekker met me ging. Je wordt gewoon emotioneel gewoon een wrak. Hallootjes! Yo man! Hoe is het? Hoe is ie? Lang geleden gast? Lang geleden. Ik ben zo lang niet in Amsterdam geweest. I know. Welkom bij een nieuwe aflevering van Catching Up. Met vandaag niemand minder dan Matthijs Jeuken. En je kan hem natuurlijk kennen van Space. Daar hebben we samengewerkt. Zeker. Voor degenen die het niet weten. Ik ben de oprichter van Space. En natuurlijk van TikTok. Ja. Vooral van TikTok. Hij is begonnen op TikTok. En toen zag je mij en toen... En toen dacht ik, hey, doe jij even auditie voor Space. En nu is Space gewoon alweer voorbij. Voor de mensen die trouwens denken, kan ik me nog opgeven voor Space? Ja, dat kan zeker. Check de laatste video op het kanaal van Space. Daar staat gewoon alle uitleg in. Dus kun je ook verder geen vragen meer over stellen als je dat kijkt. Ga je opgeven? Of laat jouw vrienden, broertje, neefjes zich opgeven voor Space. Die talentjacht komt er. Gaan we nog wel even mee wachten. Maar meld je vooral alvast aan. Hoe eerder, hoe beter. Het is nou aardig. Het is super leuk om te doen. Dus... meld je aan. Wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe? Subway, KFC, McDonald's of alles in Nederland wat een drive-thru heeft. Ik heb dus een heel lekker broodje wat ik in bij de Subway. Dus, let's go. Let's go. Het regent! Woe! Laat het in de comments weten of jij dit ook zo gezellig vindt. Echt denk ik dat mensen ons echt niet goed kunnen horen nu. Hoor je ons goed? Ja. Hallo! Kun je me horen? Vind je dit ook zo'n fijn ASMR geluid of zeg je van nee, liever niet? Laat hier in de reacties weten dat jij houdt van het geluid van regen. Het is heel heftig, we weten het. We hopen dat jullie ons horen. Daar gaan we dan nu vanuit. We gaan naar de VMBO! Nee, Subway. Subway bedoel alleen. Deze zomer is echt een vibe. Deze zomer is echt een vibe. Yo, deze zomer is echt een vibe. Deze zomer is echt een vibe. Het regent zo hard, oké? Okay? Deze... Wacht, waarom is het zo smal? Oh, nee, daar daar hoor. Oh, dank u. Het regent. Dat hebben wij ook gezien. Ja. Oké, dankjewel. Hoi. Het stormt echt als een malle. Weet je dat hij een bekende YouTuber is? Oh nee, hij is een bekende TikToker. Hij zit in een boyband. Helemaal niet. Oh, yes. Doei, dankjewel. De auto is zo nat aan het regenen. Dat ben ik aan. It's raining man. It's raining man. Ik hoef daar gewoon niet meer aan te doen. YouTuber, TikToker en boyband zingen. Ik heb kip, de onderste twee zijn helemaal tegen jaak. Top, ja, fantastisch. Kijk, Cookie! Top, dankjewel. Space is tot een einde gekomen. Kunnen wij wel natuurlijk zeggen, denk ik inmiddels, dat Space is niet helemaal tot een einde gekomen, want met een beetje geluk staat de laatste groep nog bij de Teenmag. Ik hoop dat het doorgaat, man. Ik hoop het zo erg. Dat is echt iets wat we hebben gemist. Ik denk dat dat ook een van de dingen is geweest waarom best snel na een jaar gestopt had. Omdat we geen, de motivatie van onze groep ging gewoon omlaag. Omdat je ook gewoon geen fans ziet. Je ziet nooit fans hier. Je krijgt geen bevestiging. Als je die fans niet kan ontmoeten, en je moet heel aan coronaregels houden, gaat het lol daar wel een beetje van af. Precies dan. Je hebt wel ooit dat je op de straat wordt herkend of zo. En dan wel een fotootje. Positieve energie is het altijd. Alleen, echt fans bij elkaar? Nog nooit. Nog nooit meer dan 10. Maakt raar, hè? Ja, Space gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon door met dan weer een nieuwe groep. Maar hoe is hij met jou? Het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben bijna klaar met mijn school. Mijn opleiding en nou wil ik echt volledig gaan focussen op mijn social media. Oh, ik heb er zoveel zin in, echt. Ik word er gewoon blij van als ik erover heb. Dat is ook heel leuk. Ik hoop dat ik daarmee gewoon mijn geld kan verdienen uiteindelijk. En ik vind het super leuk, dus dan zou het helemaal top zijn. En als mensen genieten van mijn video's, dan krijg je er ook heel veel positieve energie van. Want hoe ben je ooit begonnen? Eigenlijk ben ik vroeger, in 2018 heb ik een paar YouTube video's gemaakt. Gewoon voor de lol, echt gewoon heel slecht. Ja. En toen ben ik uiteindelijk gestopt om redenen dat het niet heel erg werd. Ik kreeg niet heel veel liefde in mijn dorp, zeg maar. Je zit tegenovergestelde. Dus ben ik gestopt. En toen uiteindelijk... Hoe uitte dat dan? Ik kom zelf ook uit Brabant en ik weet wel dat mensen... Daar is heel lief, maar als je iets anders doet dan de meesten doen, nou, wordt daar wel snel iets van gezegd. Ja, het is gewoon doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ik denk dat ik zelf vroeger ook zo dacht. Als je iets echt leuk vindt, dan ga je daarvoor, toch? Dus ik echt voel te kaan hier, jongen. Ik zit echt zo... Ja, ik zit ook echt te vreten hier als een malle. Maar je zei, ik begon dus ooit met TikTok gewoon, ja, op met een YouTube kanaal voor de lol. Ja. Ook met Matthijs Jeuken. Die vlogs kun je gewoon terugkijken op mijn kanaal. Dubai vlogs waren, daar was ik op vakantie met mijn ouders en dan heb ik gefilmd met een GoPro. De kwaliteit was wel slecht, maar ik vond het heel leuk. Ik was er ook heel trots op. Ik was er echt trots op. Ik had er toen, denk ik, 1700 weergaven. Ja. Ik was er echt trots op. Best veel voor je eerste video. Ja, het werd ook veel bekeken en er kwamen ook wel positieve reacties, maar ook wel negatieve. En de negatieve komt altijd harder binnen dan positieve dingen. Ook al is het meeste is meestal eigenlijk positief, alleen de negatieve dingen die zie je. Maar heb je nou ook overheen leren kijken? Ik denk dat mensen daar moesten wennen, omdat het nieuw was. Maar die negatieve comments kreeg je dus niet alleen... Het waren niet negatieve comments, het was echt gewoon... In het echt? Real life was het alleen. Ja, maar wat is er dan in het echt gebeurd? Maar zou je dat willen delen? Ja, je had wel ooit dat je een keertje... dat iemand een keertje expres een keer flink hard tegenaan liep... of een keertje een elleboogje gaf terwijl je in de club stond of zo... of in de kroeg stond. Zo'n dingen. Dus het is gewoon niet chill. Je bent gewoon jong, je bent onzeker. Ik ben nu niet meer onzeker van mezelf. Ja. Ik was wel onzeker, je blijft altijd je onzekerheden houden, maar ik was toen echt heel onzeker van mezelf. Echt heel erg. Nee, maar omdat ik het doe wat ik leuk vind en dat de mensen dan negatief erop doen en dan ook nog eens gewoon die dingen doen, weet je wel. Dat is gewoon wel fysiek natuurlijk, als iemand tegen je aantrapt of een elleboog geeft. Ja. Ik had toen destijds een vriendinnetje die woonde in de buurt van Eindhoven. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk alleen nog maar in Eindhoven, dus ik zag mijn vrienden uit het dorp eigenlijk ook niet meer, omdat andere mensen, ja, die probeerden eigenlijk gewoon de mensen te ontlopen. Ja, en dat deed ik niet per se bewust, maar ik weet niet, je gaat automatisch met je vrienden, met mensen om die zich gewoon netjes naar je... Die je waarderen voor wie je bent. Hoe heb je uiteindelijk, zeg maar, de positieve kanten kunnen... Hoe ben je daarvan afgekomen? Ik moest op een gegeven moment stoppen met mijn social media, omdat ik vond het zo leuk, dus ik wilde doorgaan. Maar ik moest van mijn ouders stoppen, omdat het gewoon niet zo heel lekker met me ging. Omdat, ja, je wordt gewoon emotioneel gewoon een wrak. En ik toen stiekem begonnen met TikTok. Dat is echt ontploft als een malle. Maar hoe kwamen je ouders daarachter? Ja, op een gegeven moment toen zei ik van, nou, ik heb filmpjes gemaakt. Oh ja, leuk. En vonden ze leuk. Dus, mijn ouders staan, daar moet ik ze echt ben ik ze heel dankbaar voor. Ze staan altijd volledig achter me. Ze hebben echt het beste met me voor. Maar toen mocht het dus wel weer? Toen op een gegeven moment mocht het wel weer. Ik heb wel echt weer diezelfde golf over me heen gehad. Maar toen al begon natuurlijk. Van in het dorp dat het weer TikTok dit, TikTok daar, TikTok. Ja, dat ontplofte toen en op een gegeven moment dan, je moet altijd doen wat je leuk vindt, maar soms krijg je gewoon negatieve dingen erover. En ik denk dat ik wil niet per se rechtstreeks succes noemen, dat daar mensen de mond snoert. Maar wel goed man, dat je gewoon een stap hebt gezet. Ik had het allemaal mijn huiswarvies. Oh, shit. Ja. Koekje. Wacht nog een keer. Koekje. Kokje. Tering Mongool. Randebiel. Dus je hebt wel wat vrienden verloren. Heb je nog hulp gekregen ofzo? Hoe ben je uiteindelijk sterk in je vel gaan zitten? Ik ben er ook heel eerlijk over. Ik zeg ook tegen mensen als ik een gesprek erover heb. Ja. Ik heb wel gewoon bij een coach gezeten. Gewoon, het is heel normaal om het aan coaching te krijgen. Ja. Ik denk dat echt meer dan de helft van de mensen die een bereik hebben of in de social media of met topsport, dat die gewoon een coach hebben. Want dat mentale coach, ik zit er nu niet meer bij. Ja. Maar ik heb wel gewoon echt een half jaar lang dat ik elke week één keertje naar een coach ging. Als iemand een wereldje niet begrijpt, dan begrijpen ze het niet. Dat is het opa en oma, die zullen die dingen niet snel begrijpen. Soms probeer je het uit te leggen. Ik probeer het soms uit te leggen aan oma. Geen begin aan. Ja, toen kwam je bij Space. Rollercoaster wel, denk ik, toch? Ja. We zijn bij elkaar gekomen tijdens corona, uit elkaar gegaan tijdens corona. Vanuit het gamen gingen we samen gamen. Ik was natuurlijk al een beetje iets gewend vanuit TikTok. Ja. Dus dat was al een voordeel. Maar ik moest in één keer vanuit video's maken waarin ik zelf niet veel praten, ik deed veel met muziek maken op TikTok natuurlijk. Dan moest je in één keer voor een camera gaan zitten. Dus dat was echt heel erg raar om elkaar aan te voelen en zo, aan te voelen in wanneer mag je praten, wanneer ga je praten. En ik denk uiteindelijk dat we echt gewoon een hele hechte groep zijn geworden die elkaar aanvoelen. En natuurlijk de Space 2.0, die gingen heel keihard op YouTube. Wij gingen ook nog prima op YouTube, maar wij gingen beter op TikTok. Aan de ene kant vind ik het jammer dat wij Space zijn, dat ik uit Space ben, of iedereen dat we gewoon zijn gestopt nou. Maar aan de andere kant is het ook wel goed, want dit is zo'n hoofdstuk heb ik ook gesloten. Of ja, nog niet helemaal dan, maar... Yeah. Soort van afgesloten en dan kan ik gewoon doen met mijn eigen ding, want Space is natuurlijk wel veel jongens die misschien wel een talent hebben, vind ik zo lastig om te zeggen, om te presenteren of achter een camera te zitten of in ieder geval te vermaken. Ja. En dan is het ook belangrijk dat je daarna daar verder iets mee gaat doen, in plaats van dat je er niks gaat doen en stil gaat zitten. Want daar is Space voor gemaakt, dus denk jij, je hebt talent? Schrijf je in. Schrijf je in voor Space. Check de laatste video op Space, daar staat alles in dus. En school dan? Je bent bijna klaar. Ja, ik ben op de haven begonnen. Ja. Het ging op zich goed, maar ik had gewoon fatsoenlijke punten. Maar voor mij was het leren, het echte leren was niet voor me weggelegd. Ik werd er niet gelukkig van. Dus wat ben je uiteindelijk gaan doen? Dus ik ben uiteindelijk heb gezegd van ik ga naar het VMBO. Nou ben ik dus MBO gaan doen, MBO niveau 4. En als ik klaar ben, dan ga ik dus focussen op mijn social media en als dat niet goed gaat, dan ga ik nog een studie doen aan het HBO. Nog een lange weg te gaan. Ja joh, maar ik ben nog jong 20, toch? 20. Als jij nu eens het leven een cijfer mag geven, wat voor cijfer zou je dan geven? Met vrienden gaat het goed, met familie gaat het goed, met werk gaat het goed. Het enige wat tegen zit is corona. Ja. Dus ik ga voor een 7. Ik vind dat ik nog steeds wel word belemmerd in dingen die ik wil doen, en al zo'n reizen. En ja, maar wat is nodig om het een 9 te maken? Dat corona voorbij is? Ja. Of zou je een relatie willen? Nee, ik hoef geen relatie. Nee, want je had best lang een vriendin. Ik had 2,5 jaar een vriendin en het was een leuke relatie. Ja. Maar dat is uitgegaan, ik was gewoon niet meer verliefd. En toen, maar ik ben nu wel echt aan het genieten van dag single en... En nu komt de aap uit de mouw. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Nee, we gaan volgende week naar Geerso, dus... Oké, en ik hoorde dat daar een soort puntensysteem mee gaat. Ja, hoeveel bier je kan drinken. Dus alle chicks in Geerso zijn ontveilig. Nee joh, zo erg zijn we niet. Niemand die dat gelooft. Ik ben niet op zoek, zeg maar, naar een relatie. Alleen, ik zie wel, als het komt, dan komt het. En als het niet komt, dan komt het niet. Zeg maar allemaal altijd, zoals het komt, komt het. En zoals het gaat, gaat het goed. Ja. Vaag. Maar dat klopt wel. Wat denk je dat een soort misunderstanding is die mensen over jou hebben? Iets wat helemaal niet klopt, maar wat heel veel mensen over jou denken. Dat mensen denken dat ik mezelf meer voel. Als iemand naar mij toe komt op stap of op straat, dan praat ik mee en gezellig en daarna zeggen ze altijd van: oh, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat je gewoon chill was. Je bent echt zo'n arrogante lul. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ik voel mezelf dus echt totaal niet meer. Ik doe wat ik leuk vind als de mensen gewoon normaal doen en ook lekker zijn ding doen, dan... is helemaal top. Dan ben ik gelukkig. Waar jij jezelf over 5 tot 10 jaar ziet. Het kan heel veel verschillende kanten op gaan. Als het social media lekker gaat, misschien presenteer ik wel, misschien ben ik wel acteur, misschien zit ik niet meer in de social media. Het liefste zou ik over 10 jaar misschien wel presenteren ofzo. En jij? Ik mezelf over 10 jaar zien. Ja. Lastig. Ik weet niet wat ik Team Mac en Space nog heb. Misschien dat ik dat ooit weg kan doen bijvoorbeeld. En ik denk dat ik misschien nieuwe dingen opstart. Want ik zie altijd overal kansen en mogelijkheden. Ik ben inderdaad heel optimistisch. Ik zie overal altijd een soort kansen. En die pak ik dan ook volledig aan. Ik denk dat sowieso met mijn kanaal wel naar de 500.000 abonnees gaan groeien. En dat mijn vlogs gaan aanslaan. En dat ik dat wel een aantal jaar ga doen. Zolang ik het leuk vind. Zijn zo goed. Ja. Echt zo goed. Ik heb het al tegen je gezegd. En kijk Thomas' vlogs. Ja. Kijk het. Echt. Er zit heel veel tijd in. Heel goed. Maar het is, ja, er komen de hele tijd dezelfde soort mensen terug ook. Er filmen echt dagen voor één vlog, zeg maar. En ik ben er echt trots op, want het is gewoon echt mijn humor. Ik vind het echt oprecht heel grappig. Maar ik heb ook wel echt goed gelachen. Ja, nice. Je bent 20, hè? Ja. Het is niet dat het voor kleine kinderen is. Het is juist echt gewoon voor alle leeftijden. Maar deze mensen, niet mijn woorden, maar Matthijs' woorden, gaan mijn vlog kijken. Ik moest je zeggen van Thomas. Nee, grapje. De link aan het einde even door. Ik vind het lastig. Soms denk ik ook van, weet je, ik verkoop de band in Nederland. Ik ga nog 2 jaar door en ik verhuis naar LA en ik ga daar een filmproducersopleiding doen. Ook heel dik. Daar voor de rest van mijn leven wonen en daar een gezin starten. Ik heb hier toch nog niks vast qua relatie of zo. Maar soms denk ik ook gewoon van ik wil over 5 jaar Temptation presenteren en over 10 jaar Wie is de Mol en The Voice over 15 jaar. Zodat ik denk van kan ik daar naartoe werken als presentator. Dus heel veel mensen zien mij toch als presentator door school toe ook weer. En dat ligt me ook wel. In welke film zou je willen spelen als het kon? Hangover. Hangover? Oh, dat doe ik mee. Dat is gewoon Dave. En dan Dave. Ja, inderdaad. Maar het is gewoon ook hoe het leven kan lopen. Met vrienden. Gewoon dat je een hele avond volbak gewoon gaat zuipen, weet je wel. In Brabant en zuipen. Om 8 uur 's ochtends thuis komen en dan van... What the fuck heb ik vandaag gedaan? Wat is je geheime talent? Ik kan stiekem zingen. Ik ga niet zingen, want ik ben hartstikke verkouden, maar ik heb nog nooit voor iemand gezongen. Maar ik kan stiekem zingen. Echt? Kun je het opnemen en naar mij laten horen? De enige die het gehoord is mijn moeder en 1 zanglerares. Nou, ik denk dat we het wel hebben gehad. Ik ben benieuwd, hè? Ik vond het enig. Ik heb je echt wat beter leren kennen. Want we kennen elkaar helemaal niet. Nee, ik wist heel veel van deze dingen eigenlijk al. Ja. Dus ik wist precies wat ik eruit moest missen en zo. We hebben heel veel emotionele gesprekken al gehad, Matthijs en ik. Ik ben benieuwd. Ik lijk wel een beetje op elkaar. Ik ben vroeger ook altijd geplaagd in die zin. Ik ben benieuwd, hè? Misschien doe ik volgend jaar nog wel een keertje mee aan Catching Up en dan ben ik benieuwd. Oké, ik heb nu 245.000 volgers op TikTok, 66.000 op Instagram en 12.000 of 11.000 op YouTube. En ik vraag me af, ben ik erin gegroeid? Ben ik nog steeds op social media? Gaan we dan kijken. Nog belangrijker, welk cijfer geef je je leven dan? Het was nu een 7. Nou, wil je Matthijs nou vaker op Teenmag zien? Gaan we dat misschien regelen? Laat het hieronder weten. Doe een duimpje omhoog, abonneer op Teenmag, check onze Instagram en TikTok voor de snelste nieuwtjes. Dankjewel. Ik ga vaak naar de subway. Let's go. Ik zie je later. Hey. Yo!